en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Govert's Blog. Fijn dat jullie allemaal kijken. Deze keer gaan we het hebben over koolhydraten. Koolhydraten, dames en heren, zijn de beste vriend van de sporter. Volgens de diëtisten, althans. Het is de brandstof van je spieren, van je hersenen. En je moet er zoveel mogelijk van eten. Dan kan je lekker sporten. Brood, pasta, pannenkoeken. Gewoon heel veel eten, toch? Nee, zeg ik. Niet doen. Waarom niet? Veel mensen vragen dan aan mij, hoeveel boterhammen eet jij dan per dag? Dan zeg ik, pak eens je duim en je wijsvinger en doe ze zo op elkaar. Zoveel boterhammen eet ik per dag. Maar is er dan iets mis met brood gewoon? Nou, nee, niet per se. Maar er is gewoon veel betere shit. Quinoa. Quinoa is een graan dat al duizenden jaren door de Indianen in het Andesgebergte wordt verbouwd. En het was zelfs zo heilig dat ze het offerden aan hun goden. Zo ver wil ik nog niet gaan, maar het is wel goed spul. Waarom is quinoa nou zo goed? Het is net zoals ons vriendje hier, de zoete aardappel, een complex koolhydraat. En complexe koolhydraten zijn zo goed omdat ze in je lichaam langzaam tot suiker worden omgezet. Suiker is de brandstof van je spieren. Maar als er te veel suiker vrijkomt in je bloed, komt er insuline vrij. En insuline is een echte killer voor je vetverbranding en voor die spieropbouwende hormonen. Dus wat willen we? Minder simpele koolhydraten en meer complexe. Nou, tot zover de wetenschap. Wat kan je ermee maken? Via Facebook had ik een mooie wedstrijd uitgeschreven en wie het mooiste recept had, dat is Bob van Velsen. Die kreeg de meeste stemmen. Van hem heb ik het mooie recept gekregen. Quinoa in de frituur met joppiesaus en kipnuggets. Ja. Kipnuggets. 48% kippenvlees. Lekker. Deze hele speciale frituurpan is van de winnaar van het recept. En tevens mijn huisgenoot, roeimaatje en beste vriendje Bob van Velsen. En die heeft hij een keertje in de Casablanca, toen hij heel dronken was, van een man gekocht. Die hem weer had gestolen van een vrouw die naar de huishoudbeurs was gegaan. Nou ja, van Jan de Boevrie. Het mooie van deze frituurpan is dat het tevens ook een kaasfonduepan is. Voor al die keren dat je zo graag wil kaasfonduen. Mensen, dit is nou quinoa. Quinoa maak je heel simpel. Gewoon 10 minuutjes koken, net als pasta. We gaan het nu echter in de frituur gooien. Zo, en nu gaan we dit zo'n beetje zo, met die soepele vingerbeweging, zo doen. Zo goed het eigeel zo omroeren. Hupsakee. Quinoa balletjes, heerlijk. Hier gaan ze. Hupsakee. Gadver. Met quinoa kan je heel veel kanten op. Het heeft een soort lekkere nootachtige smaak. Dus je kan er Mexicaans, dus pittig, mediterraans, een beetje lekker oregano erbij. Maar je kan natuurlijk ook zoet doen. En in een bakje kwark is het natuurlijk ook heel lekker. Dus we hebben hier de quinoa en de kwark. Wat doen we erbij? Kaneel. En zoals ik al eerder in mijn blog heb verteld, kaneel helpt de insulinegevoeligheid van je spiercellen te vergroten. En daardoor komen die brandstoffen uit die quinoa ook weer beter in de spiercel terecht. Dus meer prestaties, meer brandstof. En om de hoeveelheid suiker te beperken, de zoetstof geheel uit het plantje, stevia. Dan het geheime ingrediënt van het recept van Bob, waar ik niet echt een geheim van wil maken, dat is joppiesaus. Van de joppiesaus is 19% pure suiker.
De rest is E211, E202, E412, E415, E160, E150, E161, 358, E503, aspartaam, acesulfaam K. Ah, het is goed spul. Oké, de kipnuggets zijn klaar. Ik gooi ze op het bord. Kom maar. Het gerecht is klaar. Ik kan het natuurlijk helaas zelf niet eten. Daarvoor heb ik iemand uitgenodigd. Bart. Bart is bereid dit gerecht te proeven. En te beoordelen op zijn smaak. En verder nergens op. Lekker. Met de joppiesaus erbij. Ja, de joppiesaus, hè? De joppiesaus doet het. En krokant is het ook. Krokant. Wat? Dat is belangrijk. Ja. Dat was hem dan weer. Ik ga me lekker mijn bakje kwark opeten. En jullie wil ik vragen deze kennis die jullie hebben opgedaan te delen. Al jullie vriendjes op Facebook, et cetera. Laat ze ook de kracht van de koolhydraten ervaren. Tot volgende week.